We zijn hier op het VVN-symposium van de VVON. We zouden eigenlijk in het kader van het 75-jarig bestaan één heel groot congres organiseren, maar door corona kon dat uiteraard niet doorgaan. En we hebben nu gekozen om drie symposia te organiseren. Eentje hier in Zwolle, in Nieuwegein en in Tilburg. Dat komt er nog aan. Want jullie gaan straks aan het werk. Het is een interactieve snelcursus. En tot een topcarrière, dat bekt lekker. Maar het gaat erover dat jij eventjes goed naar jezelf en datgene waar je heel veel tijd in steekt, dat je dat eens onder de loep neemt. Nou, ik heb met name gehad over hoe creëer je een cultuur waarin fysieke voorbereiding binnen het voetbal een gemeengoed wordt. Welke normen en waarden en principes daarbij horen. En ook inhoudelijk hoe je daar vorm aan kunt geven. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over inderdaad focus, vertrouwen, veerkracht en andere mentale aspecten van sport en presteren en voetbal in het bijzonder. We gaan alle drie een verhaal vertellen over onze tijd bij Twente tot nu toe. Dat is zeg maar anderhalf jaar. En dan kom je op onze spelprincipes. Gaat Andries Ulderink vertellen hoe wij ons in balbezit hebben voorbereid. Met die spelprincipes, met een trainingsvorm en met wat wedstrijdbeelden. 450 mensen hier, dus dat is een mooie en grote succes wat ons betreft. Goede sprekers, trainers, sportpsycholoog. Fysieke trainers, dus voor elk wat wil zou ik zeggen. Ja, en een mooi bijscholingsmoment voor onze leden.